Iets over achten. Het festival is een aantal uren onderweg. Naast me staat Fons Damen, een van de organisatoren van het Moulin Blues Festival. De 24e keer. Is de zenuwen, zijn die nou een beetje gezakt? Ja, die zijn wel een beetje gezakt nu. Hè. Maar dat heeft vooral te maken met de aanloop van het festival. Dat is verder wel goed verlopen. En als je merkt dat de voorverkoop dat die goed gaat, dat de bands allemaal komen zoals afgesproken, ja, dan valt er toch al direct een hele druk van je af. Hè. Jullie hebben altijd het eerste weekend van mei, dus jullie pinnen je vast op een vast weekend. Levert dat nog wel eens problemen op met het boeken van bluesartiesten? Ja, zeker. Bijvoorbeeld dit jaar, want dat is iets wat we afgelopen jaar dan wel vaker gehoord hebben. Dat men zei van, ja, geen grote namen dat jullie op het festival hebben staan. En, goed, die beginnen al vroeg met een tour te plannen. En dan moet het er maar net invallen, wil je ze dan op het festival kunnen krijgen. Ja, dit jaar is het dan, hebben we dan misschien geen echte grote namen, maar ik denk dat we wel wat verrassende acts hebben staan. Joe Bonamassa is geen grote naam? Ja, dat begint wel tot de grote te horen nu op dit moment. Hè. Nou goed, maar we hebben in 2005 hebben we hem gehad hier en toen was hij nog relatief onbekend. En als je ziet dat het binnen een paar jaar dan toch erg kan veranderen, is het toch wel mooi om te zien. Nou, ik denk in een paar jaar dan is het alleen maar grote festivals. Ja. En eigenlijk in ieder geval aankomende maandag zit hij in de Royal Albert Hall. Ja, en daarom oefent hij vanavond, of speelt hij vanavond ook met blazers, begrijp ik? Ja, speelt met blazers. Dat is een beetje een ongewone setting voor hem. Wat ik van hem begrepen heb is dat hij gisteren heeft hij een optreden gehad in deze opstelling. Vanavond en morgen nog in Groningen. En dan moet hij klaar zijn voor het Royal Albert Hall. Hoeveel mensen organiseren jullie dan? Laten we even beginnen met de inner circle, dus het dagelijks bestuur. Dagelijks bestuur, dan praten we over 10 man. Die doen dan vanaf, we beginnen meestal zo rond eind augustus, halverwege september. Dan beginnen we met bijeenkomsten en dan gaan we de lijnen, de grote lijnen uitzetten voor het hele jaar. En ja, dat gaat dan tot, ja, in januari komen we dan tot wekelijkse bijeenkomsten wordt het dan. En het totale aantal vrijwilligers die we hebben, dat zijn er 450. 450 zijn dus nu aanwezig op dit terrein? Niet alleen op het terrein, maar dan ben ik ook van de wegafzettingen en parkeergelegenheid, regelaars. En, hoeveel, misschien een onbeschaamde vraag, maar hoeveel bezoekers moeten jullie trekken om ongeveer volgend jaar weer een festival te kunnen organiseren? Nou, maken we onze begroting op het aantal wat het afgelopen jaar is geweest. Dus het afgelopen jaar zijn er kortweg zo'n 7000 bezoekers geweest. En daar maken we ook onze begroting op. En dat is over 2 dagen gerekend? En dat is over 2 dagen gerekend, ja. Dus, maar ja, goed, zoals ik straks al zei, de voorverkoop is uitstekend verlopen. En we zien dat met heel erg veel vertrouwen tegemoet. Naast de bewegwijzering, daar zie je ook collega's staan van een andere radioomroep. En overal waar het lollig is, daar zie je die lange mensen van de lokale omroep. Ja, dankjewel. Hier zijn we dan weer bij het bekende Moulin Blues Festival. Weer feest. Alleen het nadeel is hier, op het moment dat je hier bent, je treft veel bekende mensen. En op een... Het leuke is, je treft veel bekende mensen. Het is leuk even bij je praten en... Je komt voor de muziek, je zet de tent op de camping, je komt al bijna niet de camping af. Ben je eind de camping af, ben je hier. Dan denk je, hé, nu ga ik voor het muziekfestival, want we waren op tijd hier. En ja, dan ben je hier en dan heb je zoiets van schitterend. Dit is gewoon de ambiance jawel, ten top.
Je kunt duidelijk merken dat we hier iemand van de lokale omroep aan de, voor de kamer hebben, want ik heb hem geen vraag gesteld en hij lult gelijk 4 minuten vol. Dankjewel, ja, normaal doe ik alleen maar muziek presenteren, maar oké, als ik dat toch iets mag zeggen, ja leuk. Hallo luisteraars, hallo kijkers. Altijd gezellig hier, hè? Met de brommer. No problems. Heel gemoedelijk Limburgs volkje, hè? With Jojo Burgess of the Hockey Joints. And they finished their performance here at the Moulin Blues Festival. How was your performance? How do you think it was? Man, it was really good. The crowd was so appreciative. They just like, there were so many people for so early in the evening, and they came along and they were dancing and singing. It was really good fun, man. You're announced here in Holland to be the new sensation coming from England, so you had to make it true, isn't it? Of course. Hey, well, if we're the new sensation, then that's got to be a good thing. We're going to come down and just put our balls into it, man, put our backs into it. Let's just have a real good time and show them exactly what we're made of. And hey, hopefully they'll like it. This is not your first time in Holland, isn't it? It's first time as a performing artist. I've been before, like travelling around for about 3 weeks in the back of the van with a mattress, and everyone here is just so nice and friendly and laid back. I love Holland, man. Are you doing a couple of gigs here in Holland and in Belgium as well, I think? Yeah, that's correct. We did Queen's Night in Den Haag yesterday. That was, well, sorry, the day before. That was a real party. Yeah. About 300,000 people in the streets. Obviously today at Moulin Blues, which is just sensational. You will be performing at Pier in Belgium as well? We are, yeah. We're performing there, is it in June, is it? Yeah. Yeah, we're supporting old Stevie Winwood, which is legendary, man. Traffic and the Spencer Davis. Oh, it'll be sensational. Oftewel Nico Bravenboer. Nico, jongen, waarom kom jij toch steeds naar Ospel helemaal vanuit Ridderkerk? Ja, voor de muziek, hè? Net als jullie waarschijnlijk. En ja, ik kan af en toe een interview maken. Hoe vaak ben je in Ospel geweest? Dit is de zesde of zevende keer, dacht ik. Ja. Wat is nou de meest bijgebleven zeg, want dat was een prachtig optreden. Ik vind eigenlijk helemaal wel leuk. Ja, dat geheugen als een zeef. Dat weet ik. Ja, daarom. Ja, als je me vraagt wie er vorig jaar geweest is, dan sla je me dood. Ik weet. Ja, maar je moet er wel een beetje weten. Ja, wie was er vorig jaar, joh? Hi, this is Watermelon Slim from Oklahoma City. You're listening to Blues Moose Radio. Nog meer festivals af. Je bent zo'n beetje ook door het hele land te vinden. We zijn hier in Ospel. Wat is nou het gezelligste of het leukste bluesfestival om mee te maken? Hoi. Het gezelligste. Nou, ik vind Ospel vind ik gezellig. Maar dat is groot natuurlijk. Maar Kwade Dame, daar ga ik volgende week heen. Dat is ook een van de gezelligste bluesfestivals in Nederland. Ja, we hebben 1200 man, een grote tent, een leuke backstage. We hebben met Peter Kemper gesproken. Ja, die spreek ik ook regelmatig. Hij zal ook wel hier zijn, neem ik aan, want die is ook al een jaar hier. Maar dat is even gezellig. En Hogeveen, daar ga ik sinds 2 jaar naartoe. In het Hoge Noorden. Ook heel gezellig daar. Ja, en beslist aanrader ook. Altijd een heel mooi programma.